de waan van de dag. Ik hoor er veel mensen over, ik heb veel klanten ook die druk zijn met van alles en nog wat, die veel afleidingen ervaren, veel bijvoorbeeld ook op de mobiel zitten, terwijl ze eigenlijk niet zoveel op de mobiel willen zitten, maar juist echt gestructureerd willen werken. En er zijn een aantal onderzoeken die mij altijd de eye-openers, ja, die altijd eye-openers voor mij zijn en die zich ook heel erg richten op dit vraagstuk. Want er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in Amerika van Robert naar honderden mensen die een smartphone hebben. En hij heeft uit het onderzoek gehaald dat mensen elke 6,5 minuut afgeleid worden door prikkels van buitenaf. Meestal dus hun smartphone, want hij heeft het puur getest op zijn smartphone. Elke 6,5 minuut hebben we de neiging om naar onze smartphone te grijpen. Dat betekent dat we die prikkels 150 keer per dag ervaren. Wat je daaraan kunt doen om deze prikkels te ervaren, is eigenlijk wat ik nu in deze video heb benoemd. Proberen eerst van bewust te zijn dat je dus heel erg geneigd bent, prikkels hebt, op de afleidingen die je hebt. Dat is stap 1. Dus voor vandaag zou je dat kunnen doornemen. Wees je bewust van de afleidingen die je vandaag hebt en wat je eraan zou kunnen doen. Veel succes!